Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Dat is echt, echt zo. Want ik vind het zo'n mooi resultaat voor, voor de nabestaanden in de eerste plaats. Maar ook voor uh, grote dankbaarheid naar uh, de eigen politiemensen en het Openbaar Ministerie, die ook jarenlang hebben, uh, hebben gevochten voor, uh, voor dit resultaat. Uh, en natuurlijk ook een beetje voor de, ja, naar de, naar de Friese, Friese mensen, de bevolking die dit allemaal ook hebben gedragen en hebben meegewerkt met het uh, DNA-verwantschapsonderzoek. Er is Likos bekend, ik jedder vragen om een grutskalig DNA onder ziek onder allemaal je, maar dat fysiek is doe aan wiest, de minister. En dat besluit wie doe goed en blootgoed, goed, vindt de minister. Dit zijn natuurlijk ook geen, uh, geen, geen beslissingen waar je over één nacht ijs uh, gaat. Uh, daarom is uh, gewoon een heel zorgvuldig uh, uh, wetsproces uh, wets, uh, 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 geweest. Ja, maar waarom kon het dan niet eerder? Er is 13 jaar overheen gegaan. Ja, maar gewoon nu is het uh, gewoon langs de regels van het spel wetgeving. Daarom is het ook. Voor de toekomst ook gewaarborgd dat er wederom in zo'n situatie een onderzoek kan plaatsvinden. We hebben het nu geborgd en dat is heel belangrijk. En het succes van vandaag heeft dat ook uitgewezen. Het verwantschipsonderzoek in Vaker Initiative vindt Opstelten. Niet alleen omdat het in deze zaak succesvol is gebleken uh, te zijn, maar omdat het gewoon noodzakelijk is. En dat je met de huidige technieken, dus gewoon oude zaken kan, uh, kan oplossen. En kijk eens wat, uh, uh, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat daarvan het effect is, ook naar nabestaanden, waar je dat uh, voor doet. Uh, goed, hoe de bevolking daarop uh, op, uh, op reageert en ook eigenlijk massaal heeft uh, meegedaan aan het, uh, aan het onderzoek.